De gay community wil slechts zichzelf zijn en niet gestigmatiseerd worden. Dat zegt commissievoorzitter van Pride, Raoul Franker. Gedurende de hele maand oktober zullen er diverse activiteiten worden gehouden die te maken hebben met de erkenning van deze kwetsbare groep. Zo zullen er feestjes, filmfestivals en discussieavonden worden georganiseerd. Het hoogtepunt van de maand wordt de Pride Walk, die op 28 oktober wordt gehouden. Franke vertelt waarom de erkenning van deze groep belangrijk is. Een voorbeeld is dat wanneer iemand bijvoorbeeld mishandeld wordt en ze daar een klacht over willen indienen, dat ze soms als antwoord krijgen, kan je niet gewoon minder gay doen. Dan word je minder gepest. Dus door de politie dan, zeg maar? Bijvoorbeeld. Of bij de leiding van een bedrijf, of noem maar op. Wat kan er hier tegen dan gebeuren? Ik denk dat de wetten in principe al goed op weg zijn. Er zijn nog een aantal discriminatoire wetten. Maar er zijn al heel veel wetten die eigenlijk discriminatie, inclusief de discriminatie tegen LGBT'ers, of op basis van seksuele oriëntatie, die dat gewoon verboden stellen. Maar die wetten moeten ook gewoon beter nageleefd worden. Weet je dat vanaf de Coming Out Week tot en met de Pride Month dit jaar er een proces is ingezet om deze groep wel te accepteren? Ik denk dat de Coming Out Week en dit jaar Pride Month zeker bijdraagt aan het accepteren van LGBT'ers. Het heeft ook te maken met zelfacceptatie. Mensen die met zichzelf in de knoop zitten, die, doordat ze mensen zien die in de publiciteit zijn, die wel durven zichzelf te zijn in het openbaar. Doordat ze die mensen zien, kunnen ze meer zichzelf zijn of durven ze dat meer. En ik denk dat de gemeenschap ook gewoon doordat ze blootgesteld worden aan LGBT'ers als normale mensen die gewoon dezelfde behoeftes, dezelfde angsten, dezelfde droom hebben als alle andere Surinamers. Dat door die blootstelling neemt de acceptatie een beetje toe. In de voorgaande jaren werd er een coming-out week gehouden om aandacht te vragen voor de rechten van de gay community. De Pride Month is een uitgebreidere versie van de Coming Out Week, zegt Rishi Kanhai. Hij is commercieel organisator van dit evenement. Nou, de Pride Month is de nieuwe versie van de Coming Out Week, zeg maar. We hebben het tot vorig jaar, tot en met vorig jaar, heette het Coming Out Week. Iedereen kent het als Coming Out Week. We deden het tussen een weekend of een week en twee. Dit jaar hebben we dus besloten om het te maken tot Pride Month. Dat is de hele maand oktober. In andere landen wordt dat al gedaan, vanaf juli al. Iedereen kent die van Amsterdam bijvoorbeeld. Dat is ook een hele maand activiteit en wordt afgesloten met Kanaal Pride. In Suriname gaan we dat ook doen op verschillende manieren. Met een heel programma die je kan vinden op Facebook. Onder de naam Pride Month Suriname. Als je dus dat de pagina lijkt, dan ben je op de hoogte of word je op de hoogte gesteld van alles wat er gaat gebeuren. Het zijn niet alleen feesten zoals iedereen dat denkt, maar ook sociale evenementen, educatieve evenementen. We doen ook een filmfestival elke woensdag in Theater Uniek, die dus de ambassades sponsoren, verschillende ambassades. En zo ook een heleboel andere activiteiten, dus sport. Noem maar op. Rishi Kanhai, commercieel organisator van de Pride Month in Suriname. De openingsceremonie van deze activiteit was op 1 oktober.